Ja, kinderen in de omgeving, maar ook vooral kinderen op straat. Die zwaaien altijd, dus zijn altijd wel gefascineerd als je langskomt. Dus daar probeer ik altijd wel met mijn collega aandacht aan te geven door ze stickers te geven of even in de ambulance te laten kijken. Want daar herken ik ook mezelf wel een beetje van vroeger. Dat trekt altijd de aandacht en daar probeer ik altijd wel iets mee te doen. Ja. Je ziet vaak dat kinderen heel erg respectvol kijken naar als ze de ambulance zien. Vaak zwaaien ze. We hebben voor kinderen op de ambulance een beertje, een knuffel die we kunnen geven. Daarnaast hebben we ook nog een medaille van je bent een kanjer. En we hebben stickers van de ambulance. Ik merk wel als we gewoon met de ambulance rijden, kindjes die zwaaien, ja, die vinden dat toch heel mooi om een ambulance te zien. Maar dat is ook als je een kindje gaat vervoeren. Die vindt dat hartstikke mooi, want de meesten hebben een speelgoedambulance en hebben dan ineens zijn ze binnen in een echte ambulance. Ja, en om zo'n glimlach te zien, ook al zijn ze best wel ziek, ja, dat is gewoon goud waard. Kinderen zien natuurlijk het meest in het oog springende deel van het werk. Hè. Dat zijn de zwaarlichten en die horen de sirene. En dat maakt indruk en ja, kinderen gaan er snel vanuit dat alles wat we doen heel erg is en spoed is. Dat is wel grappig natuurlijk. Toen de jongens er op de basisschool zaten, hebben we drie spreekbeurten gedaan natuurlijk met ze. Dat vonden ze wel, dat is natuurlijk wel heel erg, vonden ze stoer natuurlijk dat hun vader op de ambulance zat. Ik heb een aantal neefjes die vinden het wel heel spannend. Omdat het wel, het spreekt toch wel tot de verbeelding. Het is ook gewoon vet. Ik bedoel, een grote gele auto met zwaailicht en een sirene, dat vind ik ook nog steeds gaaf. Dus dat is ook wel gewoon heel leuk.